Dingen die ik dus aan bijna niemand heb verteld. Maar die wel straks in het boek komen. Ik kan het gewoon niet nu. Ik kan nu gewoon niet een liefdesleven hebben. Dingen die je van je dochter niet wil weten. Ja, ik heb namelijk inmiddels ook met mijn ex gepraat. Morgen. Ik ga toch ook maar gewoon weer even filmen over een beetje over het schrijfproces, voor zover mogelijk. Ik heb namelijk zo dadelijk hier in Rotterdam een afspraak bij een seksoloog. Seksualiteit loopt wel als een rode draad door het boek, moet ik zeggen. En er is ook een soort ontwikkeling geweest die ik heb doorgemaakt. En ik wil zeker weten dat ik niks over het hoofd zie. En ik ben ook benieuwd of dat bepaalde verbanden die ik leg, of dat dus een professional daar hetzelfde over denkt. En misschien heeft zij ook nog wel iets meer uitleg over waarom ik bepaalde dingen heb. Dingen die ik ga uitwerken in het boek. Dus ik vind het heel erg gaaf. Ja, het is ook wel een beetje gek dat je dan zo'n consult plant, terwijl het voor research is. Maar anderzijds denk ik, ja, dat kan ook geen kwaad. Toch? Ik merk wel als schrijvende dat ik ook steeds meer vragen krijg. En ja, dat mijn dingen opvallen. En ja, ik weet niet, het is echt heel erg leuk. Vanochtend was het dus het gesprek bij de seksoloog. Ja, het gaf veel inzichten. Ik denk wel dat het boek echt extreem persoonlijk gaat worden. Het was ook wel een goede test om haar wat dingen te vertellen voor mezelf. Dingen die ik dus aan bijna niemand heb verteld. Maar die wel straks in het boek komen. Het boek bestaat uit twee verhaallijnen. Twee fases in mijn leven waarin twee totaal verschillende mannen een rol speelden. En de rode draad is mijn seksuele ontwikkeling. En in de ene relatie raakte ik mijn seksualiteit eigenlijk helemaal kwijt. Ja, mijn seksuele identiteit raakte ik kwijt. En in de andere vond ik die terug en ging ik te ver. Of ja, ik denk het wel. Dus daar moet ik dus nog over nadenken, van hoe zit dat nou precies? Maar daarom was het heel goed om dit gesprek te hebben. Om ook dus die verhaallijnen te bespreken met haar. Zodat ik het ook mezelf kon horen zeggen en ook haar reactie kon zien en daar ook over kon praten. En bovendien heeft ze mij al eerder ontmoet, want ik ben in een vorige relatie ben ik al bij haar geweest. Nou goed, dat kan je allemaal lezen in het boek. Het was voor nu, ik denk, precies wat ik nodig had als laatste om het echt helemaal rond te hebben van oké, nu heb ik alle informatie die ik wil hebben. Nog heel veel werk te doen, als het van de zomer in principe af moet zijn. Ik zal jullie trouwens eens laten zien waar ik het liefst schrijf de komende weken. Het is alweer een maand geleden sinds ik voor het laatst heb gefilmd. Het is al maart. En ik ben net wakker. En ik neem je eventjes mee naar beneden. Want ik moet ook even iemand laten zien die ook in het boek voorkomt. Hier, de woonkamer. Komt ook in het boek voor. Oh kijk, dit is het Roel. Hey, goedemorgen. Ja, Roel, je komt ook in het boek voor. Heel klein rolletje, omdat je erbij hoort. Koffie, water, nog meer water. En ga ik nu gelijk schrijven. En dan spreek ik je zo wel even. Hoi.
Kijk, ik ben ook enorm veel oude dagboeken aan het lezen. Als ik nu zo'n dagboek teruglees, dan kijk ik er naar als schrijver. Dus niet als degene die dit heeft meegemaakt. En dat is voor mij echt de allerbeste therapie die er is. Deze fase in mijn leven is echt heel erg, enerzijds heel erg teruggetrokken, heel erg intern is het allemaal. Ik ben dus bijna alleen maar aan het schrijven. Ik ben veel thuis. Ik ben met daten gestopt. Echt vanochtend heb ik iemand die ik echt heel erg leuk vind en ook al langer contact mee heb. Ja, heb ik toch weer afgezegd van ja, ik kan het gewoon niet nu. Ik kan nu gewoon niet een liefdesleven hebben en dit boek schrijven. Het gaat gewoon echt niet samen. Dus dat is dan wel minder. Dat is even zover die update. Ik ga dus nu lekker schrijven. Hoofdstuk 15 in principe. Maar misschien verandert dat nog hoor. Dat kan schuiven. Seksueel hoofdstuk. Dat wel. Dus ik neem een seksdagboekje mee. En ja, dan moet ik toch eventjes weer even doorheen. Hè? Om het gewoon... Oh mijn god. Ja, ik was bijna vergeten. Ik zit hier met mijn vader. Zoals altijd. Nou ja, hier waren we altijd hier geweest. Jij bent trouwens ook de eerste die dus mijn boek aan het lezen is. Als proeflezer. Ik kan het zo zeggen. Dit boek dat vertelt dingen die je van je dochter niet wil weten. Ja, ik vind het wel knap dat je dus wel de afstand kan bewaren als proeflezer om het dus wel te lezen. Ik realiseer me dus ook nog niet dat dus jullie dit straks ook kunnen gaan lezen. Ik geniet zo van het schrijven, het moet er gewoon uit. Het gaat ook zo vanzelf, het is echt bizar. Je plaatst je leven en een aantal significante gebeurtenissen. Ja. Plaats je hiermee in een bepaald overzichtelijke context. Ja. Dus je schept ook een soort duidelijkheid voor jezelf. Ja. Je rondt ook iets af, denk ik dan. Ja, ja. Dit is jouw verhaal, dat is heel persoonlijk. Maar het is ook een heel menselijk verhaal wat elk mens op een andere manier meegemaakt kan hebben. Precies. Dus op zo'n manier kan je er ook afstand van nemen. Dat is waar mensen zich niet in kunnen herkennen. Nou, het is eventjes snel tussendoor neem ik dit op. Het is 16 april en ik sta in de file in Rotterdam. Maar ik heb wel heel erg leuk nieuws, want het boek gaat toch nog dit jaar verschijnen. In november. Dus jullie zien dit rond die tijd. Ik kan me nu bijna niet voorstellen. Het verkeer ging rijden en toen ben ik gestopt met filmen. Maar een paar uurtjes later, want ik wilde nog iets meer vertellen. Ik heb namelijk inmiddels ook met mijn ex gepraat over het boek. We hebben af en toe weer contact sinds vorig jaar. En dat is wel fijn, omdat het was nogal rot afgesloten en het voelt nu gelukkig wat beter daardoor. Maar ik vond het wel heel spannend om hem over dit boek te vertellen, aangezien hij er wel een rol in speelt, een wezenlijke rol. En het gaat niet om hem, het gaat om... Kijk, het is een boek vanuit mij geschreven. Het gaat om iets wat ik heb meegemaakt, om mijn ontwikkeling. Maar hij is een van de prominente personages. En ik wilde hem daar wel over vertellen persoonlijk en over praten. Hij zei dat hij dit wel al had verwacht. Hij zei, ja, ik ken je. Dus ik wist dat er zoiets aan zat te komen. Omdat hij gewoon weet hoe ik dingen verwerk. Hij zei zelf ook al gelijk van, ik weet dat je dit niet uit wraak doet. Nee, ik zou dit boek niet eens kunnen schrijven als ik nog steeds heel erg kwaad was op hem. Dat is allemaal niet meer zo. En verder ga ik natuurlijk wel zijn naam veranderen en nog een aantal andere dingen. En ik heb ook gevraagd van ja, zou je het dan toch prettiger vinden als het een autobiografische roman wordt? Maar toen zei hij zelf ook van ja, dat zou echt helemaal niet uitmaken. Om mijn verhaal goed te kunnen vertellen, moet ik dingen delen over die relatie met hem. En dus ook over hem. Zo min mogelijk, want het gaat niet om hem. En ik wil hem eigenlijk ook nog steeds beschermen. Zoals alle personages die in mijn boek voorkomen. Maar ja, wat ook de uitgeverij heeft gezegd. Dat ik heb hier natuurlijk wel uitgebreid over gepraat. Die zeiden ook van ga nou eerst gewoon schrijven. En laat je nu niet belemmeren door schuldgevoel of door schaamte. Want zet eerst dat verhaal op papier. Dat is nu het belangrijkste. Achteraf kan je altijd nog kijken van oké, daar haal ik wat dingen uit. En ik overleg ook met sommige mensen die in het boek voorkomen van nou zal ik bepaalde hele typische dingen aanpassen of bepaalde uiterlijke kenmerken. Want het laatste wat ik gewoon wil is dat mensen worden herkend. Het is trouwens niet zo dat ik iets doe wat juridisch gezien niet mag. Dat heb ik ook nog pas geleden nog met de uitgever besproken omdat me dat wel een beetje dwars zat van ja waar zit dan eigenlijk die grens van creatieve vrijheid. En hij heeft het nagevraagd bij de juridische afdeling en die zeiden ook nou als jij schrijft vanuit jouw verhaal en je doet het niet met naam en toenaam dan, dan mag je gewoon je hart uitstorten. Maar voor mijn eigen gemoedsrust ben ik zo blij dat dus
ja, de mensen die in dit boek voorkomen mij dan toch die ruimte geven. Ja, anders had ik het toch niet gedaan. Nee, of niet in deze vorm. Hey jongens, het is vandaag Koningsdag en ik heb vandaag met Nicole afgesproken bij Villa Auguste. Dat die locatie gaat af en toe in het boek voorkomen, dus ik vind het wel leuk om daar eventjes te filmen. En sowieso praat ik met Nicole ook best wel over het boek en wat ze van dingen vindt. Ik ga even filmen en ik neem je mee. Al eerder over het hele morele aspect gehad, want dat is iets, het is het enige waar ik soms mee zit, dat ik denk, ik vertel heel veel over iemand anders ook. Het moet nooit modder gooien worden, nee. Maar als het geen modder gooien is, maar je beschrijft gewoon wat er is en ja. Beschrijft het vooral ook de goede kanten. Want, ja, zeker. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, is dat een situatie is meer dan alleen maar dat wat escaleerde, maar het is alles daarvoor. Precies, ja. En ik denk dat op die manier dat wel moet kunnen. Ja. Ja, het is het nadeel van met een schrijver omgaan, hè, zeggen ze. Persoonlijk vind ik dat in nou, van kunst, überhaupt in het leven, dat zolang je anderen er niet volledig mee tot last bent, zeg maar, of het niet opzettelijk doet om mensen ja, te kwetsen. Dat geen wraak is of zo. Ja, dat je vrij veel kan doen. Zeg. En dan nu de cover. Ik heb zelf een aantal foto's gestuurd, want ze willen graag mij op de cover. Ja. Dus of een close-up, of... Ik laat het eerst aan de camera zien, deze. Dat is gemeen. Sorry, ja. Oh, die is mooi. Vind je dat dit... Maar kan dit dan ook bij de titel? Want ik vond het dus dan... Dan ben ik bang dat mensen denken dat het een boek over erotiek is. Waarschijnlijk gaat het nu zoiets worden. Alleen dan zonder mijn titel. Persoonlijk zou ik die andere foto wel gepaster vinden, denk ik, van deze. Ja, joh. Ja. Omdat ik denk dat naakt ook wel kwetsbaarder is. Zeker het idee van die schaduweffecten van die andere foto maakt wel dat je... Dat het neigt naar erotiek, maar dat eigenlijk mist. En dat past dan wel weer heel erg mooi bij het thema van... Want op die foto zie je eigenlijk drie keer niks, maar tegelijkertijd zie je alles. Wil ik naakt op de cover? Oké, ik wil niet kijken. Ik wil eerst gaan... Oh mijn god. Herken ik iets in mezelf wat er niet eerder mocht zijn? Hoe vind je trouwens dat je in mijn boek voorkomt? Durf jij te lezen, Tim, denk je?